Na de Eerste Wereldoorlog werden de vochtige percelen beplant met populieren. Men kon daar niet aan landbouw doen. Natuurpunt streeft vandaag ernaar om deze beplantingen om te zetten naar gemengde loofbossen die typisch zijn voor onze alluviale gebieden met onder andere Zwarte Els, Eik, Iep en Es. De ondergroei bestaat vooral uit vlier, moeraspiria en bramen. Dit is een bostype dat heel zeldzaam is geworden in Vlaanderen en van heel groot belang op Europees niveau.